Lacrosse Club Rotterdam Jaguars deed vorig jaar mee aan ons clubje als de grote underdog. Want enige uitleg bij de sport is nog steeds niet overbodig. Lacrosse is een snelle sport op een veld waarbij bij de mannen 10 tegen 10 gespeeld wordt, bij de vrouwen 12 tegen 12. We spelen met een stick, daarmee passen we de bal naar elkaar en uiteindelijk proberen we op een goal te schieten zoals je daarachter ziet. Uiteindelijk gaat het erom wie het meest scoort, die wint. Binnenkort is uitleg wellicht niet meer nodig, want de sport wordt steeds bekender. Een paar jaar geleden was het lacrosse wat? Wat speel je? Wat is dat? Is dat? Dan denken ze dat ik het over polo heb, met een paard toch? En nu is het wel van, oh ja, lacrosse, daar heb ik wel eens van gehoord. En in Rotterdam heeft de verkiezing van de Rotterdam Jaguars tot ons clubje van 2013 daar zeker aan bijgedragen. Ons clubje was belangrijk voor onszelf als soort van steun in de rug, dat we weten dat we op de goede manier bezig waren. Ook de bekendheid die we ermee hebben gekregen heeft zeer geholpen, want heel veel mensen daarna kregen we aanvraag door. We hebben meer clinics kunnen doen dankzij ons clubje. Ja, en vooral ook de materialen hebben we gewoon kunnen aanschaffen, dus ja, dan kan je ook veel betere trainings geven. Dit weekend raakt Rotterdam Jaguars hun titel dus kwijt. Stemmen kan dus nog tot middernacht via www.rotterdamsportsupport.nl en hun Facebookpagina.